Ik ben Ashley, ik werk bij Cargill en ik ben als functie supply chain planner op de afdeling van de logistiek. Die functie houdt precies in dat je eigenlijk in heel veel contact bent met eigenlijk verschillende afdelingen. Zelf zijn we eigenlijk bezig met de dagdagelijkse operations, dat is eigenlijk de opvolging van klantenaanvragen, samenspraak samen met productie, samenspraak met de customer service, en samenspraak ook met productieplanning. Als logistiek zijnde ben je eigenlijk ook in contact met de transporteurs, dus je bent met heel veel verschillende afdelingen in contact, wat de job ook wel heel leuk maakt. Zelf heb ik eigenlijk een bachelordiploma International Business Management. Dus het was eigenlijk altijd wel een beetje de bedoeling voor mij dat ik toch wel in een internationale omgeving zou willen werken, omdat mij dat toch wel aanspreekt. Dat je ook, het is niet alleen hier intern dat je met verschillende afdelingen ook in contact bent. Je bent ook met mensen bijvoorbeeld vanuit Schiphol in contact, vanuit Duitsland, vanuit de UK, vanuit Frankrijk. Dus dat maakt het ook wel heel leuk en toch wel spannend. Als supply chain planner is het wel heel belangrijk dat je ook een heel kalm en rustig persoon bent. Als er zich drukke situaties voordoen, dat je heel geconcentreerd kan reageren. Communicatief moet je ook heel sterk zijn. Als er bepaalde situaties ook voordoen, dat je ook heel duidelijke communicatie kan uitsturen, dat je daar ook goed kan op reageren. Concreet zijn, creatief ook, want als er zich ook probleemsituaties voordoen, moet je ook direct kunnen inspringen en zeggen van oké, hoe gaan we dat hier oplossen? Dus dat is ook wel tof dat je echt wel heel veel vaardigheden kan gebruiken in de job. Dus het is niet echt alleen maar achter een bureau eigenlijk zitten. Dat maakt het echt wel heel leuk.